duiken. Ja, het Pfizer-vaccin, dat is één van de vaccins die ons door de coronacrisis moet loodsen. De EU die bestelde onlangs nog 1,8 miljard doses van het vaccin. En het bedrijf verdient daar natuurlijk miljarden aan. In de eerste 3 maanden van dit jaar zag het bedrijf zijn omzet met 42% stijgen naar $14,6 miljard. Maar over dit soort bedragen betaalt het van oorsprong Amerikaanse bedrijf in ons land geen belasting. Dat meldt Follow the Money. Ze hebben bepaalde constructies gevonden met het inschrijven van BV's bijvoorbeeld, waardoor ze niet alleen via ons land, maar ook via Luxemburg en Ierland belasting kunnen ontduiken. En ja, die bedragen gaan dus zonder dat er belasting betaald wordt rechtstreeks richting Amerika. En dat terwijl de vaccins mede ontwikkeld worden met publiek geld. Ja, dankzij de research van universiteiten ook. Er gaat dus publiek geld naar Pfizer, maar er komt eigenlijk niks van terug. Een woordvoerder van Pfizer die zegt tegen Follow the Money dat ze overal waar ze actief zijn, dat ze zich daar houden aan alle boekhoud- en belastingwetten en dat alle verschuldigde belasting gewoon wordt betaald. Ja, maar dat is dan misschien het probleem dat in Nederland dus blijkbaar constructies zijn dat dit kan. Ja, en dat is ook grappig, hè? Jill gebruikt het woord ontduiken. En eigenlijk, dit is niet zozeer een kwestie van ontduiken, maar meer van ontwijken. Je verzint eigenlijk, je tuigt een constructie op die op het oog binnen de grenzen van de wet lijkt, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Nou, wat je wel ziet de afgelopen jaren is dat, en het gaat niet alleen om Pfizer, maar het gaat om veel bedrijven. Hè? Veel grote bedrijven, ook techbedrijven. Ja. Ja, het was fiscaal trapezewerk waarmee je eigenlijk een plek zoekt waar je belasting, je winst laat neerslaan, waar je zo min mogelijk belasting betaalt. Nou, dat stuit op een toenemende mate op verzet in landen zoals Nederland, maar ook daarbuiten van nou ja, gewoon mensen die elke dag naar werk gaan, die wel de volle met mijn belastingen betalen. En die denken, wacht eens even, ik kan de kosten voor onze verzorgingsstaat, voor onze geweldige voorzieningen, voor onze luchthaven meehelpen dragen. En anderen profiteren daarvan zonder hun fair share te betalen. En daar zou dit dus een voorbeeld van zijn. Nou ja, en dat valt ook natuurlijk niet heel goed uit te leggen. Dat als je kent natuurlijk die typische belastingparadijzen zoals de Maagdeneilanden en ja, dat soort. En dat Nederland dan zo hoog staat in die lijst. Hè? Ik snap dat dus toch niet. Hoezo doen ze daar niks aan? Ja, dit is een hele lastige discussie. Hè? Lange tijd was het eigenlijk geaccepteerd dat landen concurreren natuurlijk op veel manieren met elkaar. Met goede voorzieningen, met goed onderwijs. Maar in het verleden was het ook algemeen geaccepteerd dat landen met hun fiscaal systeem met elkaar concurreerden. Dus nou ja, je bent minder groot als land, maar dan ben je heel voordelig om je daar te vestigen. En dat is denk ik een van de dingen die Nederland heeft toegepast in het verleden. Maar je ziet dat sluit zich eigenlijk al jaren. Nederland staat ook onder steeds grotere druk internationaal om daar een eind aan te maken. Denk je dat dat ook gaat gebeuren? Ja, ik heb het idee dat het gaat langzaam, maar ook vanuit de OESO, de Club van Rijke Industrielanden, worden stappen gezet, denk ik. Dus het gaat wel die kant op. Het wordt steeds lastiger uiteindelijk om te ontsnappen aan het betalen van dat fair share, dat eerlijke aandeel. Gelukkig maar. Dus